carnaval on tour. Brabant.com. Van harte welkom, dames en heren, bij de eerste aflevering de van... De allereerste aflevering van... Carnaval on Tour. Dus, in ieder geval, Carnaval on Tour. Wij gaan vandaag kijken in Made, de eerste carnavalsploeg, hè, van... Ja, van Made. Van Made. CV echt niet normaal. Je ziet ze al, je hoort echt niet normaal. Moet je kijken, kijk eens. Kijk. Hey! Kijk wat een rotzooi. We gaan naar binnen toe. Kijk, daar staat ze. Film ze even inzoomen. Nieuwe cameravrouw, even weet niet. Kijk. Hey! Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bakker hebben wij even te laten weten, zeg maar, dat wij nog geen bouwplek hadden. En wij hadden wel op oogje op dit, zeg maar, en dat mocht ook eigenlijk ook wel. Maar toch, die Harry Bakker heeft, zeg maar, voor ons gewoon geregeld hier ook. Dus dan kunnen we mooi bouwen hier. Dus. En wat voor wagen wordt dit jaar? De hele wagen wordt helemaal van puzzelstukken, zeg maar. Gewoon helemaal gemaakt van puzzelstukken. En dan gaan we ook allemaal draaien en bewegen. En dan gaan we dit jaar allemaal een beetje bewegen proberen en zo. Want dat hebben we eigenlijk nog nooit gekund, zeg maar. Ja, dus er horen ook nieuwe uitdagingen dit jaar van jullie eigen. Ja, we doen ook loopgroep, gaan we ook voor zorgen dat we loopgroep voor hebben. En ja, maar gewoon, we maken er wel mooi van. Dus. En jullie lopen op planning? Ja, wij lopen alleen zeg maar, op de Mai en hoogzwaarder was zeg maar deze wagen. Maar op Den Hout maken we een andere wagen. Maar dat doen jullie nog een extra wagen? Ja. Dan maken we een zuipwagen, zeg maar. Met een platte wagen met muziek erop en dat was het. Een bier drinkje. Ja, dat moet ook gebeuren. Hi! Hey! Hoe is het? Ja, lekker. Ja, wat doe jij hier eigenlijk? Een beetje de lolbroek uithangen, hè? Een beetje de lolbroek uithangen? Ja, zoiets. Het is gewoon een spijkerbroek, hè? Ik weet niet. Ja. Moet ik hem even uittrekken voor je dan? Oh nee, laat maar. Gewoon even aan. Hou maar gewoon aan. Ja, oké. En maar jullie zijn al aan het plakken, hè? Ieder geval stukjes. Stukjes. Hebben jullie nog wat kranten nodig? Ik breng het carillon rond, dus ik kan wel wat kranten afgeven hier. Dat zou mooi zijn. Zou dat mooi zijn? Dat zou mooi zijn. Ik heb ook nog de Playboy, maar kunnen jullie daarin... Gaan we zo even kijken. Want er hangen ook genoeg. Er hangen al genoeg, hè? Gaan we zo even kijken. Hey, maar wanneer denken jullie klaar te zijn met die onzin? Net voor carnaval hopen. Net voor carnaval. Ja, of net carnaval, nog net na... Zaterdag met carnaval. Zaterdag met carnaval. Ja, ja. Zoiets. Hey, maar wie zit er allemaal bij jullie binnen? Want ik ken ze allemaal niet. Dus, een hoop mafkezen zie je al. Hè? Een hoop mafkezen, ja. Ik zie zo'n oude vent staan. Een hoop lelijke gasten. Hoor. Hoop lelijke gasten. Dus als er iemand nog vrijgezel is, hier lopen een hoop lelijke gasten. Dat is niet normaal. Maar zullen we even een rondje gaan kijken? Is dat goed? Is dat goed? Kom, we gaan een rondje kijken. Ja? Ja? Loes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Je bent voor mij echt nummer één. Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Toe zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, jou alleen. Zie je voor me staan, gaat mijn hart sneller slaan. Ik voel veel voor jou, jij bent die ene vrouw. Wat ze zeggen maakt niks uit, ik blijf toch bij mijn besluit.
Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Je bent voor mij echt nummer 1. Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, jou alleen. Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Hoe zeg het dan, want je droom er steeds van. Ik wil ja, jou alleen. Hoor je liedjes weer, dat gaat mijn hart te keer. Je bent zo'n snoeze poes, ik ben verliefd maar loes. Ik ben één van je velen. Jullie zijn nog een vrije jonge vereniging. Hoeveelste jaar is dit dat jullie bouwen? Derde jaar. En gaan jullie ook voor de prijzen? Of, ja, of maar... het kan wel. Dat is wel de bedoeling. Er duikt er hier achter ons ook ineens eentje op. Wie, ik? Ja. Oh. Nou, kom even kijken, want hij is nogal gevaarlijk. Dus, Ja. Is dat waar? Nee, hij valt mee. Dat is toch echt zo'n baas die erop loopt. En wie heeft jullie ontwerp gemaakt? Joris van Gol. Dus jij bent de ontwerper van dit jaar? Ik wel, ja. Ja, en Mitchell, hè. Allebei een beetje. En ja, hoe ben je op het ontwerp gekomen? Ja, gewoon met z'n allen bij elkaar gezeten en iedereen even een klein tekeningetje laten maken, zeg maar. En daar hebben we samen een hele wagen van gemaakt. Toen hebben we besloten dat we iets van puzzelstukken gingen doen. Dus. Oké. En dan ga ik wel even terug. Hoeveel man bouwen jullie aan deze wagen? Ongeveer 12 man. Als iedereen er is? Ja, als iedereen er is. Wel, denk ik. Tevreden met de nieuwe bouwplek? Jawel, zeker. Hoe is de kantine? Kantine? De kantine. Hoe is de kantine hier? Nou, dat is op zich ook wel redelijk goed. Ja, redelijk goed. Dus kom maar aan. Daar gaan we nou naartoe. Staat hij aan? Volgens mij staat hij aan. Wij staan hier in de kantine. Ik kom net zo'n flapdrol binnenlopen. Het ziet er fris uit, hoor. Het ziet er fris uit. Ja, lekker toch? Ja. Jullie een abonnement op de Playboy? Ja, ook ja. Ook nog? Nou, nee, volgens mij. Wel meer dan één. Draai eens even om, verhaait een abonnement op de Playboy. Ja. Heb ik meegenomen, ja. Hé, maar hier zitten jullie altijd lekker pizza's te eten van de Chateau en van de Dalai Lama. Alain is het niet meer, hoor. Nee. Dat is, Donna. Donna, Radio Donna. En de Koran toch? En op de deel daar. De Koran? Ja. Is dat nieuw? Stik. Oh, jij komt van alles achter hier ook. Stik gezellig. Maar vorige keer dat ik hier was. Ja. Was het iets netter? Ja, dat zou best kennen. Zijn de vrouwtjes niet geweest? Nee. Ja, die zijn wel geweest, maar die maken net zo'n grote bende van ons waaien. Ja, ik zie het. Ik zie het. En een chipje hebben. Ja. Een hamburger hebben. Ja, een hamburger. Hamburger, ja, dat is goed. Maar gooi er maar eentje in. Ziet er fris uit. Ziet er fris uit. Kan ermee door. Hé, hey, maar... Gadverdamme. Bah! En nou een fles bier. Maar, ja, wat vlees voor straks. Vlees voor straks? Ik ga straks even goed met hem met z'n allen. Oh, gezellig. Zijn we niet bij? Zijn we niet bij, want ik weet zeker dat het een rotzootje wordt. Nee, ja. Natuurlijk niet. Valt best mee. Valt mee, ja. Justin Cannon, hè? Ja. Ja, die gaat dan met de vlees lopen gooien. Die gaan mijn vlees lopen. Nou, hoef ik maar het mee op. Nou, tot zover alweer de allereerste aflevering van Carnaval en Tour. Hey! Ben je even nog wat te zeggen, geloof ik? Nee, oh, toch niet? Vals alarm. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoe het moet.